Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 5 juli 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag is er weer een bijzondere afbeelding in PD50 en SSTV en verder uiteraard ook de moessenwoorden. Vandaag begin ik met een kleine primeur. Nederland is het eerste land in Europa waar vanaf deze week de nieuwe portofoons KGD900UHF en KGD901UHF van Wauksoen te koop zullen zijn. Beide portofoons zijn DMR-portofoons voor één band. Het eerste apparaat is iets goedkoper dan het tweede en beide apparaten zitten qua prijs tussen de 150 en 200 euro. Op www.pnlete.nl is van beide apparaten een afbeelding te vinden. In de weekenden van juli en augustus van dit jaar zal een speciale call in de lucht zijn ter gelegenheid van de 160ste geboortedag van Nikola Tesla. Tesla is de uitvinder van de meeste in de 20ste eeuw uitgevonden technologie. Bijvoorbeeld vond hij wisselstroom uit de radio, radar, televisie, elektromotoren en elektrische auto's. De Union de Radio Club in Frankrijk heeft ter gelegenheid van Tesla's geboortedag een speciale roepnaam. Tango Mike 160 November Tango. Waarmee ze dus in de weekenden van deze en volgende maand in de lucht zullen zijn. Het programma BlueDV van PA7LIM, dat tot nu toe alleen op Android draaide, is nu ook beschikbaar onder Windows. Zo meldt de site hamdigitaal.nl, de website van Peter PA3PM. Met BlueDV, dat eerder BlueSpot heette, en daarnaast een DV-Mega printje en een BlueSpot printje, bij elkaar net meer dan 100 euro, kun je een 10 milliwatt hotspot maken voor eigen gebruik, voor zowel DMR als voor D-Star. Ik weet niet zeker of System Fusion ook al ondersteund wordt, maar zo niet, dan zit dat wel in de pipeline, zo heb ik begrepen. De website radio-tv-nederland.nl meldt dat Radio Theepot uit Gasselte Nijveen gisteravond, maandagavond dus, begonnen is met een uitzending. Niet duidelijk is of het station op 747 kHz ook de komende dagen in de lucht zal zijn. Aanstaande zondag is in elk geval de officiële start van de uitzendingen. Volgens dezelfde site zijn er nu 4 nieuwe 100 watt stations in de lucht. Binnenkort komt er een vijfde in de lucht, QAM op 1395 kHz vanuit de plaats Waardenburg. Ja, en een wat langer deel 6 van de serie over digitale spraak. Bij dit zesde deel ga ik eerst in op het foutje dat gisteren in de uitzending zat. Ik leg daarbij ook uit hoe deze uitzending meestal tot stand komt. Gisteren maakte ik dus een misser, of een missertje, het is maar hoe je het wilt zien. Ik zeg overigens niet vooraf dat alles wat ik zeg of denk te weten juist is. Ik stel het dus op prijs als mensen mij op zo'n onjuistheid willen wijzen. Ik moet daarbij iets vertellen over het tot stand komen van deze uitzendingen. Dat is bijvoorbeeld als luisteraar, omdat je daardoor ook een beetje weet welke waarde het nieuws en de andere berichten in deze uitzendingen hebben. Ik kan alleen iedere dag uitzenden als dat relatief weinig tijd kost. Het streven is om de uitzendingen volgens journalistieke principes te maken. Nieuwsberichten zal ik zoveel mogelijk ofwel dubbel checken of met een bronvermelding brengen, of beide. De meeste berichten in deze uitzending zijn eigen teksten op basis van nieuws dat ik van één of meerdere websites haal. Bij een serie als deze over digitale spraak is niets vooraf geschreven. Dat wil zeggen dat ik het deel van gisteren heb geschreven, beginnend om iets na 5:30 s'avonds. Voor 5:30 was gisteren dus nog niet bekend waar dat deel precies of zelfs globaal over ging. Na het schrijven van dit item heb ik, wat samen ongeveer 20 minuten kost, de moessenwoorden gemaakt en het SSTV-plaatje. Van 6:15 tot 6:30 heb ik de nieuwsberichten geschreven en vanaf 6:30 heb ik alles ingesproken en dit vervolgens gemonteerd tot een uitzending wat om 6:05 of zo klaar was. Afijn, ik weet een hoop, maar onder dit soort tijdsdruk, want dat is het wel, gaat er onvermijdelijk wel iets mis. Ja, waar het gisteren op neerkwam was wat Simon heel terecht opmerkte. Ik noemde bij GMSK een modulatie die verwant is aan Contestia of Olivia, ik noemde GMSK zo'n verwante modulatie. Ik had het daarbij over meerdere draaggolven. Ook dat is niet helemaal correct in het geval van Contestia en Olivia. Die beide modus die gebruiken namelijk niet meerdere draaggolven, maar meerdere frequenties. Het is een variant op FSK, zoals bij RTTY. Alleen heeft FSK twee frequenties, Mark en Space. En MFSK heeft meerdere frequenties. De M staat voor multiple of meerdere. De modus MFSK, dat dus voor onder andere Contestia en Olivia gebruikt wordt, is dus iets anders dan MSK. En dat onderscheid dat was mij even ontschoten. MFSK, zoals ik zei, dat is Multiple Frequency Shift Keying. Een modulatie met een verschuivende draaggolf tussen meerdere frequenties. MSK, waar het gisteren eigenlijk over ging, is Minimum Shift Keying. In het Nederlands een modulatie met een minimaal verschuivende draaggolf. Ook dit is overigens een variant van FSK, zoals bij RTTY.
Alleen is bij MSK de fase continu, waardoor de frequentieverschuiving minimaal kan zijn. Ja, en dan GMSK, waar Diez daarmee werkt, dat is dus MSK, maar dan met een zogenaamd Gaussiaans filter. Dat Gaussiaanse filter zorgt voor een betere vermogensverdeling van het signaal, waardoor er bijvoorbeeld meer kanalen binnen een bepaalde bandbreedte passen. Het filter maakt het signaal wel moeilijker te detecteren, wat in het ene geval wordt opgelost door het zendvermogen te vergroten en in het andere geval door een extra foutcorrectie in het digitale signaal toe te passen. Deze hele uitleg is eigenlijk vooral bedoeld om aan te geven hoe ingewikkeld deze materie kan zijn als je er voldoende diep op ingaat. Gelukkig hoeft dat niet. Ik denk dat de meeste amateurs ook niet de Bessel-functies voor een gedegen uitleg van het FM-signaal paraat zullen hebben en toch wordt FM dus heel erg veel gebruikt. Maar goed, heel kort gezegd bestaat er naast MSK ook MFSK en dat is niet hetzelfde. Verder was de vergelijking tussen Contestia en Olivia en D-Star hierdoor ook niet terecht, maar de vergelijking met RTTY wel. Laat ik maar snel weer teruggaan naar het spoor van het verhaal, zoals ik dat aan het vertellen was. Waarom zou je wat met digitale spraak willen doen, zo is de vraag. Digitale spraak klinkt bijvoorbeeld onmiskenbaar minder goed dan FM. Aan de andere kant kun je dat ook van SSB zeggen. Dat klinkt alleen goed als je een sterk signaal hebt en dat heel precies afstemt. Probeer dat maar eens als je in een ronde zit met meerdere stations. Ik denk niet dat je speciaal aan digitale spraak moet doen, vooral dat moeten. Ik zou dat alleen overwegen als je dat interessant lijkt. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat je nieuwsgierig bent, of zoals ik eerder al zei, dat veel van je radiovrienden met een bepaalde digitale mode in de lucht zijn. Digitale spraak is ook leuk, omdat het nieuw is en volop in ontwikkeling. Er worden steeds nieuwe dingen bedacht en dat maakt het spannend. De grote ster in Friedrichshafen was Brandmeister. Brandmeister is heel groot. Zelf hoorde ik voor het eerst van Brandmeister toen P0 AC me vertelde over een nieuw, opwindend netwerk voor DMR dat bij enkele Nederlandse repeaters in Midden-Nederland de week daarvoor voor het eerst in gebruik was genomen. Dit was begin november 2015, ruim een half jaar geleden dus. Nu kun je in Nederland eigenlijk nauwelijks nog om het netwerk heen als je wat met DMR wilt doen. Zo snel gaan de ontwikkelingen dus. Een jaar geleden op de vorige hamradio in Friedrichshafen had bijna niemand nog van Brandmeister gehoord. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartjexdv.me.